beetje uitzonderlijke gesprekken met twee mensen na de wedstrijd. Ik zou zeggen ook de twee mensen die het resultaat mee hebben bepaald, letterlijk. Maar die ook blijkbaar een leuk duo aan het vormen zijn. We gaan eerst naar de ervaring. De oudjes eerst. Alhoewel, pas 26, men vergeet dat wel eens. En nauwelijks door die blessures, 80 wedstrijden als profvoetballer. Maar ik vroeg me af in de eerste helft, welke rol heb je eigenlijk? Want eigenlijk wordt er jou zeer veel gevraagd. Maar als je een woordspeling mag gebruiken, je bent eigenlijk de kruisband tussen de opbouw en de afwerking. Ja, ik sta dus in de spits. En het is de bedoeling ja, dat ik wat de ballen vraag, kom afhaken en ook de ballen in de ruimte. Dus, maar vandaag was het zeer moeilijk spelen doordat Lommel zich had aangepast eigenlijk. En dat ze met vijf verdedigers gingen spelen. En er was weinig ruimte. Dus ja, we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Ja, die ballen vragen, dat vraagt ook een enorme inspanning. En iemand die zware blessures heeft gemaakt, die moet toch een enorm vertrouwen hebben in de medische staf hier? Of is het allemaal met een klein hartje op het veld? Of? Ja, kijk, wat gebeurd is, is gebeurd. Ik heb blessures gehad. En kijk, ik heb in heel mijn jeugd tot en met dat ik bij een voetballer ben nooit een blessure gehad. En kijk, dan heb ik alles in één keer gehad. Kijk, dat is jammer. En dat is namelijk ook het lot van voetbal. Maar kijk, wat gebeurt is het gebeurd zoals ik zei en je moet verder. En zolang als je gaat blijven stilstaan bij die fases, ja, dan gaat er niks aan veranderen. Dus je moet gewoon die knop omdraaien en positief blijven en gewoon erin geloven dat alles goed komt. Zelfs als die doelman van hem op je ziet afkomen? Ja, ik was even bang. Want ik heb in zo'n fase meegemaakt dat de doelman tegen me liep en ik had een hersenschudding opgelopen. Dus dat viste wel even bij je hoofd, maar... Kijk, ik ben blij dat we gewonnen hebben, nogmaals. Ja, je scoort en toeval of niet, maar wij maken doelpunten op het moment dat Gianni van Haken in de ploeg komt. Ben je nu de joker van de ploeg, het geheime wapen? We houden die achter de hand en dan komt die bal er wel in, eindelijk. Ja, ik doe mijn best ja, om een steentje bij te dragen aan de groep, ja. Het is natuurlijk, zoals Jean-Marc zegt, leuk dat we opnieuw de drie punten pakken in de laatste minuten. Ik dank ook de trainer voor het vertrouwen dat hij me toch wel een paar wedstrijden heeft gegeven. Maar ja, ik blijf verder werken en probeer een basisplaats af te doen. Ja, bestaan van zoiets van elkaar aanvoelen. Als je zegt, kijk, Jean-Marc heeft de bal, dan moet ik daar naartoe. Dus de bal vragen, hè. Dat wordt vaak verweten aan ploegen. Men heeft de bal en men loopt... Ja. Tot het met een kwijt is, afvalvoetbal. Maar het is vooral de man die de bal niet geeft, die zich moet aanbieden. Zit er zoiets in van, wij voelen dat aan, jullie twee? Ja, als je elke dag traint met elkaar, is dat toch wel een beetje logisch dat je een beetje elkaar aanvoelt en begint te vinden. Maar ja, we zijn ook beide aanvallend in de stijl spelers, hebben graag de bal in de voet. Dus ik denk dat onze speelstijl wel wat hetzelfde is. Maar... Ja, misschien wordt het wel nog beter tussen ons, ja. Ja. Je hebt alle twee een zeer modieus kapsel. Helpt dat misschien om de tegenstander te demotiveren? Dat moet je vragen aan hen, niet aan ons, ja. Nee. Slotvraagje, het is jouw eerste wedstrijd. Jean-Mick heeft natuurlijk al een hele carrière achter de rug. Nog eens in Nederland. In eerste divisie, dat kan iedereen niet zeggen. Eredivisie. Ik stel je voor, hè, wat een belediging eigenlijk eerste divisie. Voor jou is het eigenlijk een debuut tegen een eerste klasser. Woensdag, als je opgesteld wordt, doet jou dat iets? Nou ja, tuurlijk. Ja. Ik heb ook vorig jaar een kruisbandblessure gehad. Ik had nooit gedacht dat ik nu al zo ver ging staan. Eigenlijk. Ik kwam eigenlijk van de U19, ik heb bijna de belofte reeks, de reserve, overgeslaan. Nou, natuurlijk is dat dan tof dat je tegen KV Mechelen mag spelen, eerste klasser. Hopelijk opnieuw met een goede invalbeurt. Ja, we zien dat woensdag. Ja. We doen ons best. Ja. We gaan niet verklappen wanneer die invalbeurt gebeurt. Hè. Want dat maakt Jean-Marc, dat is het doelpunt, dan gaan we verder bekeren. Alles weer bedankt. En, dat is de bedoeling, hè? Geniet ervan, woensdag en volle bak weer tegen met hem. Oké, dankjewel. Bedankt.